En de voorronde gaan we Robin en Benny van Holsbeke kunnen voorop waren. Hebben zij zijn voorsprong kunnen behouden of zijn ze alsnog ingelopen door de achtervolgers? En eveneens onze laatste podiumplaats in de categorie D, Filiberken. Ook wij verwachten Filip straks op het podium. De vierde plaats is voor Dirk Rover. We wachten op onze andere renners uit de categorie E, die ook en de achtervolgende groep zaten. Zij gaan daar nog bepalen wie dan deze rit de wedstrijd zal winnen. We zien dat er gesprint wordt tussen Guy van Gampelaar en Leon Deus. De Belgische kampioen Guy van Gampelaar, wie haalt het hier? Het is Guy van Gampelaar die taalt voor Leon Deus. Ook wij verwachten straks deze twee renners op het podium. Dus winnaar in de categorie E, onze Belgische kampioen Guy van Gampelaar voor kampioen van West-Vlaanderen, Leon Deus. Hey, assalamu alaikum, monsieur, c'est monsieur Tomela. En boîte de nuit, tu es toujours assis. Tu sais pas danser le nobobi ou la tiriri. C'est pas grave, c'est là, c'est pour toi. Quand t'as sauté, quand t'as sauté, doucement, mais fais doucement. Position 1, 2, position 1, 2, c'est pour ça, c'est pour ça. We zien hier dat de sprint op gang is om ons achterliggend peloton. Maar dan wordt de sprint voor de overwinning in de categorie F. We krijgen hier Quinten de Klerk, die het haalt voor Kian Hoosjes en Zion Kassiri. Zij mogen straks ook met hun drie naar het podium komen. Nog even meegeven dat dat ook de eerste drie van iedere reeks naar het podium komen. We krijgen hier de opdrakers van Bruno Kouwelier en Henk Bogel. We vragen om de aankomst nog even vrij te houden tot wanneer alle renners binnen zijn. We verwachten hier straks nog de aankomst van onze renners uit de categorie G. De start van de categorie B en C zal om 10 voor 3 plaatsvinden ter hoogte van het café. Dus de start van de categorie B en C zal plaatsvinden om 14:50. C'est pour ça, mitraillette à droite, mitraillette à gauche, position 1, 2, position 1, 2, c'est pour ça. Dus we vragen om de aankomst zo de vrij te houden. We verwachten hier de mijn ogenblikken nog op de aankomst. Si tu sais pas danser, le nocobi, t'en va là, va te montrer comment on danse. Aankomst zo de vrij houden alsjeblieft. We zien in de verte onze renners opdragen die nog gaan sprinten voor de overwinning in de categorie. En de overwinning hier in de categorie die gaat naar Kotonier. Die gaat voor nummer 29 en 24. Ook verwachten wij hen op het podium straks aan de inschrijving. Dus 1, 2 en 3 van iedere race wordt straks verwacht aan de inschrijvingslocatie op het podium. Terwijl we hier de aankomst nog krijgen van Jurgen Jacob en Christine Seyren.